Alles wat wij, opgraven wordt ingemeten. Dus elk vlekje, elk spoortje wordt, wordt ook beschreven qua kleur, qua vervolgens komen we vandaag niet meer naartoe, maar dan gaan we één helft eruit graven en dan vervolgens kijken hoe diep, hoe breed het spoor is, hoe diep het spoor gaat. En op basis daarvan kunnen we bepalen of het een paalkuil is geweest, of een gewone kuil, of een waterput, of een greppel. En dat gaan we in de computer, wordt het allemaal naast elkaar gelegd en dan krijgen we een goed beeld van het hele terrein. En dan kunnen we zeggen van, we hebben hier een structuur, maar ze hadden het bij filmplaats, bij Groenlo aan de S-weg, daar hadden we een aantal kringgreppels waar vroeger een grafheuvel overheen heeft gelegen. Alleen die grafheuvel die is geëgaliseerd, omdat het gewoon glad getrokken is. En daar vind je nog de greppels van daaromheen, vind je nog terug. Nou ja, die dingen die zijn 15 meter aan doorsnede, dus die heb je nog niet volledig in je put liggen. Dus dan, als je dan twee putten naast elkaar hebt opgegraven, dan zie je ze gewoon helemaal volledig in beeld. En dat geeft dan wel een mooie paadjes van wat waar gezeten is. Maar zoals die ronde vlakken, dat zouden dan waarschijnlijk de palen zijn geweest. Maar dan, is het dan ook dat het dan inderdaad wel een bouwwerk is geweest? Of? Nou ja, wat we dan moeten doen, alles wat aan deze kant ligt waar geen kaart in zit, dat is vanuit het proefsleutelonderzoek onderzocht. Dus daar hebben we nu op dit moment even geen, dit hoeven we niet te onderzoeken, maar dat is al gebeurd. Op basis van de kleur van de sporen, de diepte van de sporen, kun je kijken wat er bij elkaar hoort. En dan kun je zien of het inderdaad een bouwwerk is geweest, of een graanschuur, of een voorraadschuur, of iets dergelijks. Achteraf koppel je alles aan elkaar, tenzij je het in het vlak al direct kan zien. Vaak heb je soms, regelmatig heb je dan dat je aan het graven bent, dat je altijd denkt, die weet je dat het al mooi in een rijtje ligt. Dan heb je al een structuur zitten. Op het moment dat je het dus niet direct ziet, dan kun je het op basis van je veldtekening van de computer in de database aan elkaar koppelen. Maar zo hier zullen ook ongetwijfeld nog dingen die onder dit soort liggen, dat daar niet uitgegraven wordt. Dat is dan een vraag een beetje in inschatting. Dat moet van de archeologie. Ja, wij graven op wat onze opdrachtgever ons, waar die ons voor betaalt. De opdrachtgever die interesseert hem niet zoveel wat hier ligt. Het kan ons wel interesseren, maar aan de andere kant is het ook. Als het hier blijft zitten en er gebeurt er niks mee, dan blijft het hier zitten. En dat is het beleid ook in Nederland. Behoud in situ, dat betekent dus op het moment dat het niet verstoord wordt, dan ligt het op de beste plek. Als hier wordt niks gedaan, dus als hier archeologie om zit, dan zal het nog de komende 100.000 jaar lang niet verstoord worden, is het niks in orde. Maar hier wordt dus die weg aangelegd, dat verstoort de archeologie die eronder ligt, dus dan moet ik opgraven of moet de plannen aanpassen. Ja, waarom ik archeologie ben gaan studeren, ja. Nee, ik vond het een interessante studie en moest vanaf jongs af aan heel erg bezig geweest met archeologie, maar op een gegeven moment trok me om verhaal te vertellen. En het fascineert mij nog steeds om iets in mijn handen te hebben wat 4000 jaar geleden voor het laatst aangeraakt is. En met een bepaalde reden, soms of niet, dat ligt natuurlijk aan. Dan probeert die reden te achterhalen van waarom ligt het hier en wat is het nou. En zo vind ik bijvoorbeeld steentijd archeologie, of in ieder geval de vuurstenen, vind ik echt machtig interessant. Je hebt hele mooie voorwerpen van pijlpunten van vuurstenen bijlen. Wat je, als je naar die techniek kijkt, hoe dat mensen dat vroeger gemaakt hebben. Dat is zo uniek. Dat was fascinerend. En dat je dat allemaal op mag graven. Nou ja, en je staat met meer, ja goed, ook met slecht sta je buiten, maar ik bedoel, je bent aan het werk in de buitenlucht en de zon schijnt en het is, ik vind het mooiste dan van de wereld. Ja hoor, dat vind ik direct. Min 11 is dan best koud en in augustus hadden we, was het 50 graden in de put, dat was ook best wel warm. Goed, alles daartussen is prima te doen. Ja.
En het bedrijf waar jullie voor werken is dan Vestigia. Vestigia. En wie werken dan in de landen of? Ja, met name, we zitten in Amersfoort, ons kantoor. En wij komen eigenlijk in het midden van het land. En, ja, Noord-Brabant, Noord-Limburg, daar komen we wel. Drenthe, Groningen, Friesland, dat is toch te ver weg. En daar zitten ook een aantal andere partijen die goedkoper hun werk doen dan dat wij vanuit Amersfoort die kant op moeten rijden. Thank you.